We zijn hier vandaag op de Campina in Noord-Brabant en we zijn hier met boswachter Twan, mag ik dat zo zeggen, van Natuurmonumenten? Ja, ik ben eigenlijk geen boswachter, maar je mag me zo wel. Dat klinkt altijd fijn, hè, boswachter. En we gaan het hebben, hè, vandaag over de problemen die er hier zijn. En dat is dus vooral stikstof en water. Daar gaan we nog verder op in. En ook wat we daaraan kunnen doen. Ja, precies. Wat we eraan moeten. Ja. Campina is ook een prachtig voorbeeld van een zeer gevarieerd gebied. Want we zien hier de heide met de achtergrond de bossen. We hebben hier ook nog een meanderende beek, een kronkelende berzen door het gebied lopen. We hebben hier blauwgraslanden. Nou, dat is de top of the bill, zal ik maar zeggen, qua natuur. Dus een prachtig ongerept natuurpanorama. Maar in de bodem speelt zich een drama af. Maar dat zien de mensen niet op zich? Nee, dat is op het eerste oog niet te zien. Alhoewel, wat je op het eerste oog wel ziet, is vooral heel veel pijpenstrootje. Ja. En af en toe droog. Plukjes hei ertussen. Ja. Ja. En die pijpenstrootje, ja, het is eigenlijk een steppe waar je een heidelandschap moet zien. En dat heeft hier ook alles te maken met die stikstof. En die stikstof is dus enerzijds die junkfood die ervoor zorgt dat een paar soorten al die andere talloze soorten gaan overheersen. En anderzijds zorgt die stikstof voor verzuring in de bodem. Mm-hmm. Waardoor die hele bodemsamenstelling en die hele bodemfauna die wordt aangetast. Heeft ook gevolgen voor de eiken overigens. Die lijden er ook heel erg onder. Maar we zijn dus aan morrelen in die bodem, in die bodemfauna. En daardoor komen er veel minder insecten voor. Dus is er ook geen kans voor al die vogels die hier weer leven van die insecten. Maar het kan natuurlijk ook ons eigen bestaan aantasten. Als je gaat morrelen aan die insectenwereld, die onderste laag van de voedselketen. Uiteindelijk kan de aarde, de natuur, kan zonder ons verder. Maar wij denken soms wel dat wij zonder die natuur verder kunnen. En we zijn er heel erg van afhankelijk, ook voor ons voedsel. We kijken nu naar Maaisel. Het is een klein bovenlaagje afgeschraapt van hier de heide. Waarmee je eigenlijk die stikstof er weer afschraapt. Dus dit is eigenlijk gewoon een berg stikstof? Ja, zo zou je het kunnen zeggen. Ja. Maar hoe werkt het nou? Waar komt die stikstof vandaan? Ja. En nou ja, hoe komt het dan hier? Ja, de bronnen zijn eigenlijk vooral drie bronnen. En dat is verkeer, industrie en met name de landbouw, de veehouderij. Dat zijn de grote veroorzakers van het stikstofprobleem. En die moet heel erg teruggedrongen worden, die neerslag van stikstof, om dit soort gebieden te laten overleven met al hun biodiversiteit. En waarom is dat nou zo'n specifiek probleem voor Nederland? Omdat, dat hoor je wel vaker in het debat, van waarom bestaat dat stikstofprobleem alleen in Nederland? Nou weet ik dat het niet alleen in Nederland is, maar het is in Nederland wel heel, heel opvallend en heel, heel groot. Hoe komt dat? Ja. Nou ja, dat komt omdat wij hier heel veel veehouderij ook hebben. Op een hele kleine ruimte. Dus hier is Nederland en zeker ook hier in Brabant. Ja, ja, ja. Ja, Brabant is wat dat betreft natuurlijk koploper in hoeveelheid vee. Hè. Van de 12 miljoen varkens die we in Nederland hebben, zitten er 6 miljoen in Brabant. Maar dit gebied heeft dus niet alleen een stikstofprobleem, er is ook een waterprobleem. Op de eerste plaats het waterpeil. Ja. Waterpeil. De grondwaterpeil is enorm gedaald de afgelopen tientallen jaren. Die droogte heeft ons met de neus op de feiten gedrukt. Er was al een structureel verdrogingsprobleem omdat het waterpeil laag werd gehouden. Ja. En die droogte heeft ervoor gezorgd dat de boeren zelfs in de problemen kwamen. Voorheen was het zo, nou ja, die structurele droogte, we lossen dat wel op. Ja. En dan zie je dus hier vlak rondom de Campina enorme beregeningskanonnen staan in de zomer. Mm-hmm. Dus dan wordt dat water diep uit de grond opgepompt. En dat grondwaterpeil, dat is eigenlijk steeds lager. Ja, steeds lager, waardoor die natte heide hier, die gaat teloor. Hè? Het hydrologisch systeem op orde brengen, mm-hmm. dat is heel erg belangrijk. Dus dat waterpeil moet omhoog. En pal rondom zo'n Natura 2000 gebied als de Campina, kunnen we niet verder met die diepe grondwateronttrekkingen voor beregening. We lopen nu tegen stikstofgrenzen aan. Ja. Nou ja, bij natuurbescherming. Daar gaan we ook tegen grenzen aanlopen. En de waterkwaliteit, daarvan denken wij dat we het heel goed doen.
En dat denken we toch heel vaak als Nederland zijn, we doen het wel oké, maar onze waterkwaliteit is een van de slechtste van Europa. Ja. Wat wij proberen is inderdaad gewoon vanuit de politiek, in ieder geval vanuit Brussel, wat heldere kaders weer te geven. Ja. Zodat dan hier, als er een gebiedsgerichte aanpak is, dat men ook weet waarom, hè, waaraan je moet voldoen. Ja, die moeten die problemen bij de bron gaan aanpakken. Dat is heel erg belangrijk. Zorgen dat er veel minder emissie, dus uitstoot en neerslag van stikstof op de natuur komt. Mm-hmm. Dat betekent dat zowel industrie, verkeer als zeker ook natuurlijk de intensieve veehouderij, daar moeten forse aanpassingen gaan plaatsvinden. Ja, in mijn ogen zijn we bezig met met de basis van ons bestaan aan te tasten. Als we niet heel snel die transities juist aangrijpen. Eigenlijk hebben we nog veel meer natuur nodig, denk ik. Als tegenhanger van ons drukke, hectische bestaan. Die natuur is dus enerzijds ook hopelijk een inspiratiebron. Een oneindige inspiratiebron voor mensen. Maar tegelijkertijd ook heel erg belangrijk voor ons welzijn en voor onze gezondheid. Hè? We waren vandaag dus hier in de Campina, hebben alle problemen gezien die er hier zijn, met name rondom stikstof en water. En dat laat ook vooral heel erg zien waarom dat Europese beleid zo belangrijk is. Enerzijds de biodiversiteitsbescherming, natuurbescherming, maar nog veel belangrijker eigenlijk beleid dat nodig is om het hele systeem anders te maken, waarin we de industrie schoner gaan maken, waarin we minder pesticiden gaan gebruiken, minder chemicaliën, meer natuurbescherming en ook een ander landbouwmodel. Nou, al dat soort oplossingen zijn nodig om uiteindelijk die problemen in dit soort natuurgebieden op te lossen.